De maand februari is afgelopen en was een maand van uiterste. Eerst een regionale koude golf met veel sneeuw en daarna een lenteperiode. Het kon allemaal afgelopen maand. De temperatuur die is uiteindelijk toch boven normaal uitgekomen met 4,2 graden tegen 3,9 graden normaal. Ook was het de op 5 na zonnigste februari ooit gemeten en er viel te weinig neerslag. Nou, heel bijzonder was natuurlijk sneeuwstorm Darcy die op 6 en 7 februari over het land trok met flinke sneeuwduinen op veel plaatsen. En daarna kwam die regionale koude golf. Op deze weerstations is het tot een koude golf gekomen. Niet in de Bilt, want daar kwamen we net 1/10 tekort voor een officiële koude golf. De laagste temperatuur werd gemeten in het Achterhoekse Hupsel, min 16,2 graden. En in de Bilt was dat min 10,9. In 8 jaar tijd was het niet zo koud. Maar dat zegt meer over de 8 afgelopen winters, die natuurlijk veel te zacht waren. Want heel bijzonder zijn dus de temperaturen niet in de winter. Wel bijzonder was de extreem lange periode met lentetemperaturen boven de 15 graden. Tussen 20 en 26 februari was het extreem warm, met als klap op de vuurpijl bijna 20 graden in Assen op 24 februari. En in de Bilt was het deze dag nog nooit zo vroeg in het voorjaar zo warm. Nou, veel meer details over de maand februari op weer.nl.